Welkom bij Gestapelde Opgaven, het Afvalwaterketensymposium 2021 over de stapeling van ambities. De komende 70 minuten nemen jullie mee in een speelveld wat ons allemaal raakt en waar jullie misschien een onderdeel van volgen. Want we staan als overheden een werkveld voor grote uitdagingen. Het in stand houden van bestaande systemen, het herontwikkelen van gebieden, een toekomstbestendige omgeving, klimaatadaptatie, circulair, slim bereikbaar en ook nog een beetje in een hoog tempo. De praktijk wordt ingewikkelder naarmate we dat zien. De doelstellingen, ambities stapelen elkaar op. Het wordt steeds ingewikkelder. Zowel techniek als inhoud, maar ook het samenspel wat daarvoor nodig is. En dat is waar gestapelde opgaven over gaat. Hoe houd je dat nou bij op al die thema's en tegelijk je eigen werk blijven doen? Het komende uur gaan we die opgaven verkennen en met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal interessante en complexe projecten over slimme en waardevolle combinaties, maar ook over hoe je daarmee aan de slag kan gaan als professional, bestuurder of organisatie. Naast mij hier aan tafel staat John Grin. Welkom John, hoogleraar transitiekunde en systeeminnovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Jij gaat ons zo dadelijk meenemen in het concept gestapelde opgaven en onze gasten aan tafel aan de tand voelen. Eerst neem ik jullie nog even mee in het programma voor de komende uur. Als we dat mogen zien. We gaan na de introductie van die gestapelde opgave naar twee projecten kijken. De Grote Lucht, die wordt geïntroduceerd door Mariska Ronteltap. En Diederik van Duren introduceert Superlocal. Samen met John Grin gaan we daarna in gesprek over hoe dat nu werkt. Een gesprek tussen wetenschap en praktijkinnovatie. En daarna hebben we ook enkele bijzondere gasten. De burgemeester van Bernhezen, Marieke Moorman. En twee van de voorzitters van de programmacommissies van de STOA, André Strucker en Rudy Gerard. Die gaan met ons in gesprek over wat dat nou van hun vraagt, van hun organisatie vraagt. Maar ook voor de organisatie en het programmeren van kennis en innovaties. Want daarin vraagt dat misschien wel iets anders. Jullie kunnen daar zelf in meedoen, in de chat. Sterker nog, het is heel leuk, want daarvoor doen we dit. Om jullie misschien wel te inspireren of een handvat te geven om daarmee aan de slag te gaan. En vice versa hebben jullie misschien goede ideeën. Doe mee in de chat. Rechts in je scherm vul je naam in en dan kun je meedoen. Bij ons zit onze speciale chathost voor deze bijeenkomst, Cora Uiterlinder. Programmamanager afvalwatersystemen bij de STOA. Zij is onze chathost en zal gevraagd en ongevraagd inbreken in het gesprek. Dus dat is heel goed. En zij wordt gesouffleerd door Bert Palsma, ook programmamanager bij de STOA. En Ton Benen van de Stichting Rionet. Mijn naam is Maarten Klaas en ik mag vandaag de dagvoorzitter zijn. In de studio houden we ons uiteraard aan de coronamaatregelen met afstand houden en schone tafels. Maar goed, dat als aftrap. Welkom allemaal. John, ik introduceerde jou al als hoogleraar transitiekunde, systeeminnovatie. Geruime tijd actief op het gebied van innovatie tussen sectoren. Je kent de afvalwaterketen steeds beter. Wanneer spreken we nou van gestapelde opgaven? Ja, dat is gestapelde opgaven. Daar heb je eigenlijk sprake van. Als een speler iets wil doen en dan blijkt er eigenlijk ook nog een boel andere dingen te moeten gebeuren. En die worden dan in één keer tezamen aangepakt. Omdat ze dat zelf in de gaten hebben op tijd. Of omdat iemand aan hun jasje trekt of om welke andere reden ook. Maar dan worden opgaven dus gestapeld. Neem bijvoorbeeld de vervanging van de riool, omdat het alweer 75 jaar geleden is dat voor het laatst is gebeurd. Dan moet de grond open, dat is duur. Dat is overlast voor burgers en bedrijven. En dan bedenkt zo'n bedrijf, maar het drinkwaterbedrijf moet het binnenkort ook doen. Of het bedenkt, of het wordt gebeld door het drinkwaterbedrijf. En dan zegt het drinkwaterbedrijf, maar je zou willen dat mensen veel minder drinkwater gebruiken. Dus een beetje zonder dat het steeds door de wc gespoeld wordt. Dus dan wordt plotseling de opgave om ook de sanitair te gaan aanpassen. En om het riool zo te maken dat het met veel minder water kan doorstromen. Nou, dat kan ook weer niet zonder dat er in het drinkwater dingen worden gebeurd als er minder drinkwater doorstroomt. Dus dan moeten plotseling die twee bedrijven samen moet aan een klus gewerkt waarvan er eerst misschien één dag van dat is nou mijn klus. En dat doen we gewoon zoals we het nu 75 jaar geleden ook min of meer deden. Ja. Nou, dat is een gestapelde opgave. Dat lijkt bijna een soort vrijwilligheid van die twee organisaties of opgaven vinden elkaar. Ik noemde net ook een aantal generieken, klimaatverandering of adaptatie, circulair, energietransitie. Die zijn eigenlijk altijd en overal. Is het een kwestie van
die stapeling opzoeken? Of zijn ze er eigenlijk als je ze accepteert? Ja, het voorbeeld wat ik noemde was er natuurlijk al een voorbeeld van. Hè? Want die behoefte om minder drinkwater te gebruiken komt natuurlijk voort uit de noodzaak van klimaatadaptatie. Dus dat is al het klimaatvraagstuk. Je kunt inderdaad ook denken over bijvoorbeeld energietransitie. Hè? Warmte halen uit het riool. Dan moet je het juist wel door het riool laten afstromen. Ook dat kan. Ook dan wordt het gestapeld opgave. En dan kun je meer in het algemeen zeggen, wat hier aan de hand is, is natuurlijk dat in onze samenleving een paar hele grote opgaven liggen die typerend zijn voor deze tijd. We hebben er al een paar genoemd, de energietransitie, klimaatadaptatie, de noodzaak om aan de circulaire economie te gaan doen, de datatransitie, we willen voorbereid zijn op de tweede helft 21ste eeuw, de datasamenleving. Dat moet allemaal onder die grond, daar is het druk. Die moet steeds open. Dus ik zei al, dat is duur en het geeft overlast. En de vraag is of dat slimmer kan dan dat. Bovendien, we zijn gewend geweest om dat soort dingen te doen volgens het recept van rond 1900. Dus je maakt een netwerk dat overal eigenlijk hetzelfde is. En dat het betaalbaar is omdat het overal hetzelfde is. Ja. Dat is hoe meer aansluiting, hoe goedkoper het wordt. Dat gaat niet meer, omdat nu juist dingen als energie-neutraliteit, slimmer omgaan met wateroverlast enzovoort, heel erg plaatsgebonden zijn. Dus dat moet eigenlijk per plek anders niet. Dat is er straks in heel Nederland niet één zo'n systeem is, maar 7 of 8 ervan. Ja. Dan krijg je minder efficiëntie, dan wordt het nog duurder van dan al die opgaven bij elkaar. En dan wordt het interessant om te kijken of je door slimme combinaties zoveel samenhang kunt doen, zoveel synergie, dat ze als het ware in één businessmodel gaan passen, wat daardoor efficiënt wordt. Ja, en is dat een vermoeden dat het efficiënter wordt, of is het een gegeven dat je door die stapeling eigenlijk tot betere oplossingen komt? Nou, er zijn in diverse projecten in het land, er komen straks een paar voorbeelden van langs, wel calculaties gemaakt die sterk lijken te suggereren dat het inderdaad op die manier goedkoper kan. Maar niet zomaar, want dat betekent wel dat je eigenlijk vaak moet zeggen dat je bijvoorbeeld als het ware met één portemonnee gaat werken tussen verschillende organisaties. Anders werkt het niet. Je moet zorgen dat wat de één nu investeert door de ander de komende 50 jaar wordt terugverdiend en dergelijke mechanismen meer. Als je dat niet doet, dan wordt het voor elk van die spelers alsnog te duur. Dus ja, ik denk het wel. Het is een nieuw concept van efficiëntie. Maar nee, niet als je niet dit soort systemische aanpassingen gaat doen. Oké. En het lijkt bijna een theoretisch concept en wat zich soms situationeel en in een gebied kan voordoen. Ik hoorde vanochtend een podcast die schreeuwt eigenlijk over de urgentie om dit niet zomaar als mogelijkheid te zien, maar juist echt heel urgent te maken, want er zijn hele lastige keuzes te maken. Ja. En die urgentie mist vaak nog. Hoe kijk jij daarnaar? Is dit goed? En we zitten vandaag met de stichting Rionet en STOA vooral ook over innovatie en onderzoek te praten, waar tijd nodig is om tot nieuwe oplossingen te komen. Aan de andere kant beukt die opgave aan de voordeur, zeg maar. Ja, ja, hoeveel ja. tijd hebben we? Of hoe urgent is het nou? Nou ja, kijk, het is in die zin heel urgent dat er natuurlijk een paar dingen zijn die echt op de korte termijn zullen moeten. Ik noem 3 hele belangrijke. De energietransitie, klimaatadaptatie, want het gaat echt snel nu met steeds meer hemelwater in het najaar en steeds meer droogte in de zomer. Dus ook daar moeten dingen aangepast gaan worden. En de datatransitie, want we willen juist als Nederlandse samenleving bijblijven met de internationale informatiesamenleving. Dat zijn allemaal opgaven die nu voor de deur staan. Dus of je doet het nu slim, of je betaalt later de rekening. Maar dat duurt wel weer een jaar of 50 of 75 voor je opnieuw toe bent aan een groot onderhoudszonde. Ja, want er zijn veel manieren om naar dit vraagstuk te kijken of naar die stapeling te kijken en daarmee om te gaan. Wat is jouw perspectief of wat zie je aan verschillende perspectieven hoe je naar deze opgaves kan kijken? Ja, nou ja, je kunt het inderdaad zien als een bodder, iets wat je niet wilt hebben. Je wilt je werk kunnen doen zoals je gewend bent. Dat zie je vooral daarbij uitvoerders waar ook niet er een handelingsperspectief wordt bijgeleverd. Dat snap ik ook. Het is heel makkelijk om zulke dingen te bedenken voor strategen en dat soort volk. Voor mij bijvoorbeeld. Hè. Maar het is een ander ding om het ook te realiseren. Dus als je die concepten niet goed uitwerkt, dan weten mensen ook niet goed hoe ze dat moeten doen. Dat is niet gek dat ze dan in de weerstand schieten. Dus dat is een belangrijk perspectief. Je ziet dat het opkomt op andere plekken als een manier voor zelfbeheer. Hè? Dus de Binkhorst in Den Haag, de Buiksloterham in Amsterdam, die doen dingen als koppelkansen, omdat ze dan autonoom zijn in hun buurt. Dus daar zie je van onderop mensen komen waar ook dat soort motieven een rol spelen. Dat is een tweede perspectief. En de derde is dat strategische perspectief waarmee ik zelf zojuist begon. Van we staan voor een paar grote opgaven en dit zou de manier kunnen zijn
om ze allemaal op een maatschappelijk redelijk aanvaardbare manier te adresseren. Dankjewel John. Laten we eens kijken naar die concrete perspectieven om dat te gaan doen. Ik wilde, en we gaan jullie daarvoor meenemen in twee aansprekende casussen, zou je kunnen zeggen, of grote projecten. Ten eerste wil ik graag Mariska Ronteltap uitnodigen om hier aan te sluiten. Zij is senior procestechnoloog, ja, kom erbij, bij het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland en intensief betrokken bij de grote lucht. We gaan zo kijken naar een korte video, maar zou je jezelf en misschien ook de grote lucht even willen introduceren voor degenen die het vorige onderdeel niet hebben gezien, want we hebben Mariska al eerder gehoord. Ja, dat klopt. Nou, ik werk bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Bijna 3 jaar ben ik daar nu werkzaam als senior procestechnoloog. En dat betekent dat ik vooral kijk naar hoe doen we het als Delfland op het gebied van afvalwaterzuivering. Veel overleg met collega's in het land, issues die daar spelen. En gewoon wat verder wegkijken in de afvalwaterketen. En dat wordt heel specifiek toegepast in de grote lucht. Een van onze 4 zuiveringen. Gebouwd in 1982, dus toe aan of grootschalige renovatie of aan nieuwbouw. En in dat traject zitten we nu, daar zitten we nu middenin. Dus kijken welke opties zijn er. Is er nog voldoende om te renoveren? Past alles nog op het grondstuk wat we nu hebben voor de zuivering? Als we gaan bouwen voor de komende 40 jaar. Of wordt het allemaal zo krap of is het toch aantrekkelijk genoeg? Kunnen we allerlei innovaties toepassen als we gaan verhuizen? Een mooie casus van stapelingen. We gaan even kijken naar een introductie op de film. Achter deze hekken staat afvalwaterzuiveringsinstallatie De Grote Lucht. Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt hier het afvalwater schoon van de mensen in Vlaardingen en de buurgemeenten. Het Hoogheemraadschap van Delfland gebruikt in totaal 4 zuiveringen om afvalwater weer schoon te maken. De Grote Lucht is er daar één van, maar deze zuivering is oud en toe aan vernieuwing. Ja, een zuivering van 40 jaar oud, dan gaan we eens een keertje goed kijken van wat de staat daarvan is van zo'n zuivering. We hebben hem helemaal doorgelicht en we hebben gezien dat die aan of grootschalige renovatie of aan vervanging toe. Er steeds meer mensen komen wonen, dus op termijn gaat deze zuivering te klein zijn. En daarnaast wordt het ook steeds duurder om hem te blijven onderhouden naar de eisen die we stellen. En we hebben ook ambities op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. En het is ook goed om te kijken of we hoe we aan die ambities kunnen blijven voldoen of nog een tandje bij kunnen doen. We gaan evalueren of we hem gaan renoveren of dat we nieuw gaan bouwen. Dan komt er heel veel op ons af. Dan moeten we echt aan een hele hoop facetten duidelijk en goed in beeld brengen. Dus wat kan je op de huidige plek, hoe kan je deze zuivering zo verbouwen, renoveren, dat hij straks weer doet wat hij moet doen en dan voor de komende decennia. En dat doen we ook voor de nieuwe locatie. We kijken naar een stuk nieuwbouw aan de overkant van de Maassluisdijk, dus ook wel vlakbij. Zodat we wel alle aansluitingen zoveel mogelijk kunnen blijven gebruiken. En we hopen dat we eind van het jaar een heel duidelijk beeld hebben, zodat het uiteindelijk ons algemeen bestuur een besluit daarin kan nemen van gaan we renoveren of gaan we nieuw bouwen. Het streven is dat of de grootschalige renovatie of de nieuwbouw in 2028 wordt afgerond. Dankjewel. Interessant. We gaan daar zo over verder praten. Eerst ga ik onze tweede casus introduceren en ook gast Diederik van Duren van WML. Hij is daar strateeg en innovatieadviseur, maar ook promotieonderzoeker duurzaam watermanagement aan de Universiteit van Maastricht. Welkom. Dankjewel. Wat is Superlocal voor jou? Superlocal voor mij? Nou, dat is voor mij een plek waar ik mijn werk kan doen. Maar op een leuke manier, waar enorm veel experimenteerruimte is. En ook waar enorm veel inspiratie valt te halen. Want het is eigenlijk een project waarin wij als drinkwaterbedrijf, samen met ongeveer 11 andere partners in de samenleving, dingen anders mogen doen. Enorme ruimte hebben gekregen, maar ook regels. En de eerste regel is, we zetten een muur om deze locatie, een fictieve muur. En niks mag eruit. Dus alles wat erin zit, van oudsher, moet er blijven. En Superlocal is daarin, we proberen alles zo lokaal mogelijk her te gebruiken.
van grondstoffen, materialen, water, afvalstoffen, etc. Maar ook de mens, de sociale contacten, die geschiedenis. Gaaf. Wij gaan kijken ook hier naar een introductiefilm en daarna gaan we daarover in gesprek. Hier werken de gemeente Kerkrade, de woningcorporatie Heemwonen, het waterschapsbedrijf Limburg en het drinkwaterbedrijf van Limburg samen om eigenlijk een heel nieuw systeem te ontwikkelen voor een duurzaam, circulair watersysteem. Dit toilet spoelt met 1 liter water. De gewone toiletten die we thuis kennen, die gebruikt elke keer 6 liter water. Het is eigenlijk een gewone normale wasbak, alleen deze is iets specialer, want er hangt een voedselresten vermalen onder. Dus al je groente- en fruitafval kan je hierin kwijt en gaat zo de vacuüm in riolering in. In de flat is het iets anders, daar komen in de gang dit soort voedselresten punten met dit soort bakken erin. Beide systemen zijn aangesloten op een onderdrukleiding, die wordt via een vacuümsysteem op onderdruk gehouden. Vanaf dat systeem, vacuümsysteem, wordt naar een vergister gepompt en in de vergister dan wordt de organische stof omgezet in biogas. En halverwege deze installatie wordt het slip afgetapt, gehygiëniseerd. En dit slip willen wij af gaan zetten als meststof. Het grijze water wordt via een buffer uiteindelijk op het hydrofietensysteem gebracht. Daar wordt het water biologisch gezuiverd. Er wordt zelfs nog lucht toegevoegd. En na zuivering wordt het water op het oppervlaktewater geloosd. Aan de achterkant is alles dus goed geregeld, maar ook aan de voorkant moeten we maatregelen nemen. Zo wordt al het water van op de daken opgevangen en daarnaast ook het water van op de bestrating. En dat gaat allemaal richting een hele grote hemelwaterbuffer. Een hele grote betonnen bak waar daarop een zuivering komt te staan, waar we eigenlijk proeven gaan draaien om van dat hemelwater drinkwater te gaan maken. Ondanks dat het zulke grote buffers zijn, zullen niet iedere bui aankunnen. Daarom worden nog een aantal extra maatregelen genomen. Denk aan een waterplein wat vol kan lopen als het heel hard regent en desnoods nog infiltratievijvers. En uiteindelijk komt het water dan weer terug in de bodem. Ja, dat waren twee projecten met een hek eromheen. De ene letterlijk misschien en de ander figuurlijk, of in ieder geval als concept. Maar ze zijn beide super ambitieus en voorzien van de nodige opgave. En daar gaan we over doorpraten. Wat betekende die nu en hoe ga je daarmee om? Hoe weerbarstig is dat? Hoe inspirerend is dat? Mariska, in jouw introductiefilm of de introductiefilm van De Grote Lucht zagen we heel wat opgaves langskomen. Hoe pak je dat nou aan, die puzzel? Door het vooral allemaal goed in kaart te brengen. Dus we zijn begonnen met een fix startdocument waar alle ideeën, alle verplichtingen, alle huidige situatie-elementen, alles bij elkaar is opgeschreven en een flink aantal uitgangspunten zijn gedefinieerd. Dus we hebben aan de voorkant heel goed gedacht, oké, dit is het hele scala wat er nu ligt en wat er op ons afkomt. Welke dingen willen we nu wel in deze afweging meenemen en welke parkeren we of vinden we nu niet relevant? Okay. Dus die afweging hebben we van tevoren goed gemaakt en daarna zijn we aan de gang gegaan om het stapsgewijs aan te gaan. En dat is goed te doen door het gewoon af te pellen eigenlijk en dan... Nou, goed te doen. Ja, het blijft natuurlijk complex, maar door onszelf eerst de vraag te stellen, gaan we op basis van wat we nu hebben, gaan we renoveren of gaan we nieuw bouwen? Dan kun je wel een hoop vragen al, dan kun je de aspecten van meenemen. Maar je kunt ook best wel een aantal vragen nog even parkeren. Dus we zijn nog helemaal niet toe aan een gedetailleerd ontwerp van de nieuwe zuivering. Maar we moeten natuurlijk wel zo ver kijken van met een bepaald systeem passen we nog op het huidige terrein. Dus je moet wel in een bepaald niveau van detail gaan, maar je hoeft niet nu al een volledig ontwerp te maken. Okay. Dus om het zo in stukjes te hakken, hou je het te doen voor het team. Ja. Ja.
Ik ben benieuwd, Diederik, of jij die stappen ook zo stap voor stap hebt doorgelopen. Jullie zijn al met Superlocal in de uitvoering. We hebben dat kijkje in die waterkringloop gezien. Jij noemt ook al, er zijn eigenlijk nog meer aspecten daarvan. Het lijkt me een enorme puzzel, zeg maar, ook of opgave om dat allemaal in beeld te houden en dat op één plek of in één gebied zo bij elkaar te brengen. Hoe pak je dat dan aan? Er zit een belemmering in. En die komen we nu juist in die uitvoering tegen. Omdat je dus met 12 partijen die totaal anders zijn, uit andere, laten we zeggen, regimes komen, hele andere sectoren komen, tegelijkertijd bezig bent. Een circulaire waterkringloop zegt het ook al, het heeft zich in zich afhankelijkheden. Als A dat niet doet, dan werkt B ook niet. En je kan pas dit doen als dat gedaan is, want het cirkeltje gaat rond, letterlijk. Dat doen we dus op heel veel vlakken. Sociaal, constructies, alles. De beste, nieuwste manieren hergebruiken van materialen. En dus ook het hele watersysteem anders inrichten. En we merken nu in de uitvoering dat het dus op elkaar wachten is. Want als het dak nog niet gelegd is, hebben we ook nog geen water. Dus we hebben nu wel buffers, er staat een zuivering op, maar we hebben nog geen water om te gaan zuiveren. Dus die planning op elkaar afstemmen, dat is een hels karwei. Ja. Ook bijvoorbeeld, je komt inderdaad met ideeën, die leg je vast. Bijvoorbeeld een gesloten grondbalans. Ja. Ja, dat moet te doen zijn. Ja, maar als je dus gaat hergebruiken, dan moet je van bestaande dingen uitgaan en verschillende partijen die verschillende dingen doen en keuzes die in het verleden zijn gemaakt, waardoor je nu uitkomt met een enorme bak grond. Nou, we weten allemaal nu dat een bak grond kost tegenwoordig wat als je dat wil afvoeren, want daar zitten ook weer dilemma's omtrent. Nou, dat zijn de nadelen. Maakt het heel moeilijk en complex. Dus planners, heel veel succes. Maar aan de andere kant zitten er ook heel veel voordelen, want je kan heel veel nieuwe dingen leren en ook makkelijker binnen je eigen organisatie krijgen. Waarin circulair bouwen niet een thema is waar een drinkwaterbedrijf alledaags mee bezig is. Waar de sociale cohesie van de leefomgeving versterken, zijn we ook niet meer bezig. Waardoor dat je met partijen zoals een woningcorporatie of een sloper in aanraking komt, van elkaar leert in zo'n proces, ga je er toch anders over nadenken. Ga je ook kijken, oké, hoe kunnen wij ons gebouw dan ook modulair circulair gaan bouwen? Of nog veel interessanter, hoe kunnen we ons watersysteem aanleggen dat het bijdraagt aan sociale cohesie en interactie? Terwijl we eigenlijk normaal alles wegstoppen en de klant is bij ons een nummertje. Heel flauw gezegd. Hoe minder contact, nou, hoe tevredener die is. Maar dat kan ook heel anders. Ja. Kan heel anders en dat merk je in zo'n wijk. Interessant. En wat ook opvalt is dat beide ambities, stapelingen van opgaven, komen in beide projecten naar voren. Alleen de oplossing is heel wat anders dan een grote zuivering. Ja, dat is zeker zo. En dat heeft misschien deels mee te maken dat je dus een fictieve grens zet van hier moet het allemaal binnen gebeuren. Maar eigenlijk heeft dat bij ons een veel langere oorsprong. Waarin al veel meer jaren men bezig is om te denken. En dan begon misschien bij het waterschap. Ja. WML daarbij betrokken, verschillende actoren bij betrokken. Van kan het ook op een andere schaal? En toevallig, door een hele samenkomst van omstandigheden, op die plek dan. Ja, bijzonder. Gaaf. John, we zien hier twee aansprekende de voorbeelden. Zijn die nu uniek? Nee, die zijn gelukkig niet uniek. Want het zou niet best voor de rest van het land zijn als daar niet ook af en toe wat gebeurde. Maar ze zijn wel bijzonder, omdat het denk ik allebei projecten zijn die iets doen wat nog niet zoveel gedaan is. En die dus als zodanig een soort van pioniers zijn, die hopelijk ook wel de weg effenen voor anderen. Die dingen boven water krijgen, over zo kun je het aanpakken, of die tegen moeilijkheden aanlopen, daar een slimme manier van mee omgaan weten en dergelijke. En dat kunnen doorgeven. Dus dat is een van de andere dingen die ik graag doe, is kijken hoe kun je platforms creëren waarin dat doorgeven kan gebeuren. Ja. Maar ja, en daar zie je dus ook verschillende van die plekken samenkomen. Ja, en jij noemt het een soort uitdagend speeltuin, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk en frustrerend is. Hè? Zeker omdat je zaken nog niet weet, dingen uiteindelijk niet kloppen, ambities sneuvelen. Of je kan niet die hele opgave kerstbomen voor elkaar krijgen als van dat was het droomplaatje. Ja, dit is de praktijk, dat is schipperen, kan ik me voorstellen. Hoe neem je daar nou enerzijds jezelf, maar ook je collega's in mee? En wat betekent dat voor je eigen rol? Hoe doe jij dat, Mariska? Nu hebben we de kerstboom nog niet opgegeven. Dat mag duidelijk zijn. De ambitie staat nog. Er gewoon nog. Helemaal opgetuigd. Ja. Dus daar zijn we nog lang niet. Wat we wel doen is beslissen,
Natuurlijk zijn er heel veel collega's om ons heen. Mensen van onze duurzaam circulair afdeling die met een hoop leuke dingen komen. Die energievragen bij ons neerleggen. Wat we steeds doen is met nieuwe aspecten die op ons afkomen beslissen, oké, is dit voor nu relevant? Gaat dat een onderscheid maken tussen renovatie of nieuwbouw? Of is dat iets wat we in een later stadium gaan bekijken? Dus we gooien niks weg, maar okay, het is wel het kan een beetje... Het kan wel zo zijn dat hij gewoon ergens op een stapeltje... Dat hij nog in het volgende bakje gaat, voor na de zomer, voor het volgende stuk van het traject. Ja, dat kan wel gebeuren. Ja. Jij beschrijft ook eigenlijk dat het een hele wisseling is van je rol. Je hebt het eens over sociale aspecten met je collega's waar dat voorheen geen issue was. Wat doet dat met je, ook je eigen rol misschien, om je daarin te verdiepen, maar ook als organisatie het daarover te hebben? Nou, ik denk als organisatie is dat heel lastig, omdat wij zitten nu al in de uitvoerende fase, in de realisatiefase. En door alle fases heen, van het eerste idee bewijzen van tot nu, kom je met tal van verschillende mensen in aanraking binnen je eigen organisatie en binnen andere organisaties. En je gaat eigenlijk van heel abstract, waarin je doelen hebt en afwegingen, willen we renoveren of nieuwbouw, naar heel concreet, hoe moet het precies in elkaar zitten. En dat, ja, de verschillende rollen die je binnen een organisatie hebt, soms past het een veel beter bij de een dan bij de ander. En ik voel me heel prettig in als het een stuk abstracter is, complexer, mooie uitdaging, terwijl een ander veel meer richtlijnen wil hebben, om dan ook veel meer die detaillering in te kunnen gaan. Dus je wil die ruimte, experimenteerruimte, die afwegingen breed houden door het hele proces, maar dat is heel moeilijk, omdat je dus andere mensen krijgt in het proces, en andere rollen, die ook andere doelen hebben, of andere eisen gesteld worden. Van ja, je moet je project binnen je tijd en je budget gaan managen bijvoorbeeld. Ja. En dat brengt wel echt uitdagingen met zich mee. Ja, mijn eigen rol hierin is ook heel belangrijk, denk ik, om te zorgen dat die integratie blijft, door al die fases heen. Hoe zorg je dat, ik sta er niet alleen in het belang van het drinkwater, maar ook van het afvalwater. Ook van de gemeente, de riolering, het watermanagement, maar ook de woningcorporatie, de bewoners. Hoe zorg je dat die belangen op elkaar afgestemd blijven worden, in plaats van dat je weer in je eigen koker duikt. Ja, want die weg is misschien wel makkelijker, hè? Want ik zat vorige week in een overleg, daar zei iemand gewoon letterlijk de zin als we nou alles gaan stapelen, dan wordt het toch wel heel ingewikkeld om te doen. Dat moeten we eigenlijk niet willen. Is dat niet een natuurlijke reactie die je hoort, John, in dit soort vraagstukken? Want hier om beide casussen gaan vol die ambitie aan. Ja. En maken er het beste van. Maar je ziet ook het andere gedrag natuurlijk. Het wegmanagen van al die zaken. En laten we tot de kern komen en even al die andere complexiteit weghalen. Nou, dat is een hele menselijke reactie. Dat is één. Hè? We hebben allemaal behoefte aan om vraagstukken te hebben van de vorm ongeveer kennen. En dan kunnen we het veel makkelijker oplossen. Dan kunnen we ook door. De werkdruk is hoog in heel veel organisaties. Dus dan is dat des te belangrijker. Dus die neiging is gewoon menselijk. En heel begrijpelijk in dat opzicht. Er komt nog wat bij. Jullie zeggen allebei van je moet verschillende afdelingen op elkaar betrekken. Dat zijn natuurlijk niet verschillende afdelingen. Dat zijn verschillende afdelingen omdat de vraagstukken in het verleden makkelijker worden gesplitst in een aantal deelvragen. En iedere deelvraag kreeg dan zijn eigen afdeling. Maar als je nou meer integraal gaat denken, moet je dus die deelvragen op een nieuwe manier gaan husselen. Kom je wel door nieuwe deelvragen op den duur, maar dat zijn we nu aan het ontdekken. Dus eigenlijk ga je dwars door die normale opsplitsing van die vraagstukken heen. En ook dat maakt het ingewikkeld. Want die mensen zijn er heel in goed om gewoon op hun eigen deelvraag te focussen. Ja. Ik denk ook dat dat een uitdaging is voor het. Je had het gesprek met Cora in de programmacommissie over de grote lucht. Daar zie je ook dat eigenlijk onderzoek en innovatie normaal gesproken compact wordt aangevlogen. Cora, hoe luister jij hiernaar? Maar misschien interessanter nog, hoe gaat het in de chat? Komen daar al vragen voorbij? Ja, er komen een aantal vragen voorbij, maar er worden ook al een aantal antwoorden gegeven. Dus dat is ook al heel mooi. Dat is mooi, goed bezig. Eén vraag wil ik er nog wel even uitlichten. Want er werd net even gesuggereerd om kosten even anders te verdelen. John die gaf die. Maar dat heeft ook nogal impact. En dat je dan ook wetgeving daarop aan moet passen. Wil je dat op een goede manier kunnen doen? Ja, dus, dat heeft grote impact, dat klopt. En inclusief de wetgeving. Ik wil die wetgeving zo even terugkomen. Maar het één ding is inderdaad dat je moet zeggen. Het is nodig omdat er iets geks aan de hand is. Dus de ene investeert misschien meer dan de andere en de andere krijgt meer die revenue. Als die eerste dan alleen maar zou kijken naar de eigen boeken, kan het dus niet uit. En als de tweede alleen maar zou zeggen, kassen ook niet. Maar dan moet je dus geldstromen gaan organiseren tussen die twee organisaties en dan ook nog tussen de korte en de lange termijn. Het vraagt om heel ingewikkelde financiële stromen. Maar dat betekent ook dat de risico's
vaak ongelijk verdeeld zijn over die partijen. Dus het betekent niet alleen een andere financieringsmodel, een gemeenschappelijke portemonnee in enige lijfvorm, maar ook dat als je die risico's, die ongelijk verdeeld zijn, wil adresseren, dan moet je ook komen tot een gemeenschappelijke management, een gemeenschappelijke governance. Dus ook het governance-model zal zich moeten aanpassen om dat mogelijk te worden. Nou, dat zijn al twee forse stappen. Overigens zou je dan kunnen denken, dat kan dus niet. Nou, op dit moment in Amsterdam, in het Koppelkansproject, waar Maarten de projectleider van is, wordt het nu wel gedaan. Er wordt het ook op serieus niveau gedaan, met betrokkenheid van directeuren van drie van die organisaties. Daar zie je ziet dat het complex is. Hè. Er moet een behoorlijk slim team van mensen, experts voor inhuren, om daar gezamenlijk proberen uit te komen. Dergelijke zijn complexe vraagstukken. En tegelijkertijd zie je wel dat die organisaties er zoveel belang in stellen dat we dit kunnen oplossen en dat je die koppelkans kunt incasseren. Dat ze wel bereid zijn om daar opdracht toe te geven. En om ook serieus te gaan kijken naar de oplossingen die eruit komen, dat ook te implementeren. He, dus dat is binnen organisaties al een heel ding en tussen organisaties. Ja. Dan heeft we heel snel een voorbeeld van die wet, de elektriciteitswet bijvoorbeeld, dat is de eerste die me te binnen schiet. Die eist van elektriciteitsbedrijven dat ze de optie kiezen die het goedkoopste is. Maar dus wel de optie die voor hun het goedkoopste is. Als zij iets doen, dan moet de kilowattuurprijs het laagst blijven. Nou, dan ben je dus toch weer sectoraal aan het denken. En dat mogen ze niet van de wet op een andere manier doen. Nou, je kunt het ook hebben over de aanbestedingswetgeving. He, dingen werken alleen maar via synergie. Maar dan moet je dus een consortium vormen dat allemaal bedenkt. En daarna mag de hele wereld bieden. Nou, dan weet je natuurlijk bijvoorbeeld al dat het consortium eruit komt. Kan dat wel in het aanbestedingsrecht? Al dat soort voorbeelden zijn er inderdaad. En al die voorbeelden moeten in de praktijk worden overwonnen. Het tweede voorbeeld kan vaak door iets slims doen in je eigen stad. Het eerste voorbeeld zal het Rijk wat moeten gaan doen. Ja. Van elektriciteitswet. Ik kan me ook voorstellen, ja, Diederik, jij wil reageren. Ja, dan moet ik heel eerlijk zijn. En kijk, dadelijk hebben wij dit jaar superlocal draai en het systeem functioneert. Maar de governance is toch niet zo dat je dit kan gaan herhalen. Want die hebben we nog niet geregeld. We hebben nog even bij het oude gelaten, maar elkaar de ruimte gegeven om dat te doen. Dus de ene betaalt meer dan de ander en de andere heeft meer baten dan de ander. Maar we beseffen ons dat dat anders moet. Nou, het voordeel is dat er een wenkend perspectief is. Er zijn systemen, dit soort vergelijkbare wijken in Europa, waar ze het governance systeem al zover hebben. Dat de incentives er zijn om het aan te gaan leggen. En dat alle partijen daar baat bij hebben. Ja. Dus er zijn systemen, businessmodellen, et cetera, die dat mogelijk maken. Maar die moet je dan ook weer voor je eigen organisatie en je eigen rol daarbinnen gaan waarmaken. En het mooie daarin is dat je weer als superlocal kennis opdoet met andere casussen. In dit geval een Trans-B heet het NWO-programma volgens mij. Om juist te kijken hoe kunnen we die incentives nou op de goede manier verdeeld krijgen. Om maximale maatschappelijke waarde te krijgen. Met een hacker omheen is het natuurlijk heel simpel om die financiering voor heel te simpel, heel simpel. Nee? Nee, maar nee, kijk, voor financiering hebben we natuurlijk echt hele andere collega's. Hè, ja. Die daar van alles van af weten en netto contante waarde. Maar dat bakje naast jou, zeg maar, met die ambities op circulair en energie, daar krijg je waarschijnlijk alleen het verzoek en niet de zak geld in mee. Wat het mooie is natuurlijk aan circulariteit, vooral als het over energie bespaart, dat bespaart ook vaak geld. Ja. Dus ja, daar is het incentive is heel duidelijk. Als je energie kan besparen, dan scheelt het je op alle vlakken. Veel. Helemaal goed. Ja. Leuk. Ik ga even checken bij de studio of de verbinding met onze gasten er is. Die is er. Helemaal goed. Dan ga ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage hier. Diederik zien we zo nog terug. Mariska, dank je wel voor je inbreng hier. Wij gaan door naar het volgende onderdeel. Eigenlijk bouwen we door in dit gesprek. Welkom, Marieke Moorman, burgemeester van Bernhezen, gemeente in Noord-Brabant. Met zo'n 30.000 inwoners, met veel buitengebied. Ook bestuurder van de stichting Rionet, een van de organisatoren van dit event. Voorzitter van de regionale energiestrategie stuurgroep in de regio Noordoost-Brabant. En vicevoorzitter van de stuurgroep ruimtelijke adaptatie van het Delta-programma. Ik noem maar een stapeltje. Ik kan me voorstellen dat u bekwaam bent in het stapelen van opgaven. Nou, ik zou me er... Goedemiddag trouwens. Ik zou me er bijna voor schamen voor deze stapeling. Maar het interessante van het rijtje wat je nu zojuist opnoemde, is dat ze ook allemaal verband met elkaar houden. En volgens mij was dat net ook een van de draadjes door het gesprek van zojuist. Van, kan je die dingen dan met elkaar integreren? Nou, dat probeer ik ook een beetje op een goede manier te doen. Ja, en hoe kijk je aan tegen die stapeling aan opgaven, maar ook vanuit de positie als burgemeester met de relatie die bewoners daartoe hebben? Want
we hebben hier toch ook te maken met of onderzoekers of professionals die daar dagelijks mee bezig zijn. Hoe gaan bewoners hier met al die opgaven om? Ja. Nou, ik vind dat woord stapelen wel een beetje ingewikkeld, want stapelen leidt meteen tot een enorme berg waar je dat tegenop ziet. Ik voel me wat plezieriger bij het woord meekoppelen, want dan ervaar je het ook als een soort kans. En ik denk dat dat ook precies is waar je bewoners op kan triggeren. Als ze zien dat je op een slimme manier met verschillende uitdagingen omgaat. Dat ze ook er warm voor draaien dat die stapeling plaatsvindt. En dan zeg ik het zelf. Ik leg het misschien in de mond. Maar heel goed. Vanwege de coronaperiode heb jij daar ook oplossingen voor gevonden. En jij noemde, ik maak nu ommetjes. Wat levert dat op? En wat zijn het ommetjes? Ommetjes zijn wandelingen van een half uurtje. En daar ben ik als burgemeester mee begonnen, omdat ik in de afgelopen jaar gewoon vrij weinig contact met inwoners heb. Er wordt niks meer georganiseerd. Dus ik heb een oproepje in het Huis en Huisblad geplaatst. Wilt u een ommetje maken met de burgemeester? Dan laat het weten. Dus ik heb er 20 gehad, nog 10 te gaan. Maar ik denk dat je het wel leuk vindt als ik één ommetje wat toelicht. Want dat was in een nieuwbouwwijk in Heeswijk-Dinter, een van onze kernen. Die wijk bestaat denk ik een half jaar, een jaar. Ik was daar nog niet zo heel precies geweest. En ik stond versteld sowieso van hoe prachtig het eruit zag. Maar hoe we is heel veel meer mensen dan alleen de gemeente, in staat zijn geweest om allerlei ambities met elkaar te verbinden. En dat gaat makkelijker bij nieuwbouw dan bij bestaande plannen. Dat realiseer ik me ook heel goed. Maar er staat daar een wijk die voorziet in een enorme woonbehoefte. Want mensen willen graag in die kern blijven wonen. Er is gemengd gebouwd. Dus huur, koop, dure koop. De woningen zijn energie-neutraal gemaakt. Nou, dat is al fantastisch. Het is op een hele groene manier ingericht. En de beek, sloot, watergang die daar in dat gebied liep, is geweldig opgewaardeerd. En de bewoner waarmee ik liep, die zei, nou burgemeester, dat was nou zo leuk afgelopen winter. Alle kinderen waren buiten aan het schaatsen. En dat geeft zo'n verbinding. En toen dacht ik, ja, dat laatste hebben we misschien niet zo bedacht. Maar die wijk, die leefbaarheid in die wijk, is door al die componenten fantastisch, denk ik. Mooi om te horen, dit voorbeeld ook. Diederik noemde net eigenlijk ook die component tussen een waterkringloop en het sociale aspect. Dat is een mooi voorbeeld daarvan, denk ik. Maar daarvoor is het wel nodig dat die samenwerking, je noemde net, we hebben dat niet alleen als gemeente, bijna terloops, dat niet alleen als gemeente gedaan. Maar dat vraagt wel dat je komt tot een soort weging van die verschillende meekoppelkansen of de prioriteiten. Hoe organiseer je dat gesprek daarover? En misschien nog wel belangrijker, hoe kom je uiteindelijk tot de keuzes? Ja, dat begint met eerst sowieso op tijd met elkaar aan tafel komen. Want als je halverwege bent en er moet nog iets bij, dat gaat heel erg ingewikkeld. Het begint denk ik ook met weten, dat zei Diederik zojuist volgens mij ook, van waar liggen nou de verschillende belangen van een ieder? En hoe kan je die bij elkaar brengen. En dat betekent dat je soms ook even iets los moet laten. Dat hoort er dan vervolgens ook bij. En dat zeg ik niet om nou het gemeentebestuur van Bernhezen op de borst te kloppen. Maar het heeft ook te maken met een bestuur, een gemeenteraad, een wethouder die iets wil. En die laat merken van ik trek hier aan. En zo'n woonwijk, we willen dat die gerealiseerd wordt op de manier die bij ons past. Nou ja, dat zijn zo'n paar van die dingen. Ja, eigenlijk is het betekenis eigenaarschap pakken of gewoon het initiatief nemen van ik heb die ambitie. En dan kunnen de mensen makkelijker aanhaken. Ja, en wat ik daar zeker ook nog bij wil noemen, want anders gaan altijd bestuurders weer aan de haal met alles wat mooi en goed is. Is dat je ook medewerkers hebt die dat ook zien, die daarvoor gaan, die daar ook heel gepassioneerd over zijn, bijvoorbeeld klimaatadaptatie. En dan zie ik wel het probleem wat John net ook aankaartte van die integraliteit.
Want ook de gemeentes waren voorheen zo georganiseerd dat je voor elke deelvraag een afdeling had. En de uitdaging die wij als organisatie te doen, te realiseren hebben, en daar zal de gemeente niet uniek in zijn, dat is ook bij waterschappen, provincies en wat iets meer zij, is om daar een beetje samenhang in te brengen, ook in de manier waarop je georganiseerd bent. Want anders blijven we altijd heel verkokerd naar de werkelijkheid kijken. Ja. En daar moeten we echt vanaf. Ja. Heel goed. Er zijn nog te veel mooie voorbeelden, want er is ook een mooi initiatief. Ja, mag ik die nog even noemen? Want dat is wel heel erg leuk, als je dat goed vindt. Hoor je me nog? Ja, ga je gang. Gaf zelf de voorzet eigenlijk, maar ga je gang. Noem hem. Nou, dat is een project, het eerste Nederlandse pilotproject, Interreg, hier in de kern Hees. Ik ben er vanochtend nog met het hardlopen kwam ik er voorbij, waarbij we decentraal aan afvalwaterzuivering doen. En overigens, dit project wordt ondersteund door Rionet en STOA, samen met Vlaanderen en de Universiteit van Gent. En daar ligt op het parkeerterrein ondergronds van de voetbalvereniging, die vorig jaar een nieuwe kantine hebben gebouwd, of 2 jaar geleden, ligt een membraan bioreactor waar het afvalwater lokaal wordt gezuiverd. En dat water komt af van de toiletten en de douches en de kantine van de voetbalclub, dus zwart, geel en grijs water. En dat wordt ingezameld in aparte stromen, gezuiverd, en voor sommige delen kan ook weer, hopen we op termijn, een soort meststof ontstaan. Nou, het is een pilotproject, draait 2 jaar. En ik denk dat het vooral ook heel erg veel informatie gaat opleveren over hoe we omgaan met onderhoud, met de kosten, met het rendement van de zuivering. En het is heel erg leuk dat je zo'n pilotproject kan draaien in de hoop dat anderen daar ook straks hun voordeel mee kunnen doen. Super, dank ook nog voor deze bijdrage. We horen jou zo nog terug, ook vanuit het perspectief van Rionet, hè, en wat dat vraagt van een kennisagenda. Ik wilde hier graag het gesprek volgen met om 2 voorzitters van een STOA-programmacommissie uit te nodigen. Rudy Gerard, hij is directeur bij het waterschap Rijn en IJssel en voorzitter van de programmacommissie Waterketen. Welkom, Rudy. En André Strucker, ook welkom, strateeg bij Waternet en voorzitter van de programmacommissie afvalwatersystemen. Eigenlijk zijn jullie de voorzitters van Bert en Cora, hun commissies. En daarmee brengen jullie daar een heleboel kennis mee samen. Ik had heel graag die stoel ook nog bezet gehad. Die was gereserveerd voor Auke de Ridder, maar die is vanwege spierpijn en wat snotterigheid voorzichtig thuis gebleven. Wij wensen hem een negatieve test toe. Maar goed, zo gaat het. Mooi is dat ik hem gisteren nog uitgebreid sprak en eigenlijk zei: de oplossing ligt in ons midden. Die bal ligt gewoon op het speelveld te wachten. Burgemeester Moorman zei het net eigenlijk ook: neem het initiatief. Dus die wilde ik van Auke nog even meegeven. Mooi om jullie hier zo samen te hebben. En ik wilde eigenlijk starten om een quote van André eventjes voor te schakelen, als dat mag. Het is een hele riedel, maar die kan ook kleiner, hoor. hij kan zeker kleiner. Om eigenlijk het realiseren van echte verandering voor elkaar te krijgen, heb je het nodig om die complexiteit te zien en te begrijpen. Daar hebben we het een beetje over gehad. En vervolgens die kleiner te maken, eenvoudiger te maken, om daarmee uit de voeten te kunnen en dat weer toe te passen in die grote complexiteit. Rudy, mag ik met jou beginnen? Herken je dat? Herken je die complexiteit? Of zeg je, nou, moet het ook niet moeilijker maken dan het is? Ja, ik denk dat die complexiteit er gewoon is. Dus ik herken er aan de ene kant veel in. Dat ik denk van ja, ik dacht jij net ook zei, hè, van, op een gegeven moment mensen hebben behoefte om het behapbaar te maken. Dat je weet wat je moet gaan doen. En tegelijkertijd is het wel heel belangrijk om die complexiteit te zien. En wat je eigenlijk ook ziet is dat het niet één complexiteit is. Hè. Dus je ziet vaak dat er vanuit verschillende perspectieven, verschillende werkelijkheden of complexiteiten zijn.
Om een voorbeeldje te noemen, je kunt zeggen, ja, we gaan medicijnresten verwijderen en we gaan grondstoffen uit afvalwater halen. Maar ja, we willen ook energie neutraal en door dat te gaan doen ben je weer meer energie kwijt. Dus wat weegt dan zwaarder? En je hebt wel behoefte aan op een gegeven moment om ook keuzes te maken en duidelijkheid en ergens voor te gaan. Dus ik denk dat het soms goed is om die complexiteit juist wat groter te maken. En ook vanuit verschillende perspectieven daarnaar te kijken. Ja. En op basis daarvan dan toch tot een keuze te komen en daarvoor te gaan. Want anders blijf je 10 jaar studeren en kom je tot niets. En hoe breng je dat dan binnen je waterschap, binnen Rijn en IJssel bij elkaar? Of vraagt dat meer stakeholders? Ja, ik zou haast zeggen van wij doen niets meer alleen. Nee. Het is eigenlijk wel de werkwijze van, 20 jaar geleden kun je zeggen, ja, we hebben een hek om onze zuivering en we gaan zuiveren en we leveren effluent en dat is het. Je ziet al binnen het waterschap, dat effluent wat we leveren, dat is een grondstof. Hè? Ook met de droogte die we hebben in de Achterhoek, wat doen we met het water? Ja. Waar is het watersysteem behoefte aan? Energietransitie, de ressen. Ja, op onze locaties, wij kunnen biogas produceren en we kunnen het opwerken tot aardgaskwaliteit. Ja, daar hebben de gemeenten of bedrijfsleven hebben daar interesse voor. Ja. Dus eigenlijk zou ik de stelling aan willen durven, wij doen niets meer alleen. We werken altijd samen. Dus prioriteiten en keuzes maak je daarmee ook eigenlijk samen. Ja, en ook in de programmering. Hè, we hebben het ook altijd over netwerkprogrammering. Ja. Wij doen het niet alleen. Altijd kijken naar cofinanciering, belangen van anderen. En op die manier de verbinding zoeken om samen tot maatschappelijke meerwaarde. Ja. We hebben het ook niet meer over toegevoegde waarde. Wij praten altijd over maatschappelijke meerwaarde. We zijn overheid. Ja. Dus als het maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn wij ook bereid. Oké, dan is het voor het waterschap misschien soms iets minder. Maar als het leidt tot maatschappelijke meerwaarde, zouden we het toch moeten doen. Ja. En zijn dit nou ook de vraagstukken die er in het programmeren van onderzoek en innovatie in jouw programmacommissie Waterketen zich afspelen? Ja, dat is wel heel leuk, hè? Want we hebben ook vaak de discussie in de programmacommissies. En ik denk dat jij het misschien ook wel herkent. Dat we zeggen, ja, is dit een vraagstuk voor onze commissie? Hè? Want het heeft toch heel veel raakvlak met veiligheid of met systemen. Dus je ziet in de programmacommissies al dat de vraagstukken zo complex zijn dat het niet meer af te bakenen is tot keten of systeem. En de oplossing is dan toch, en dan kijken we naar een Cora en een Bert van, hey, als jullie de verbinding zoeken, maakt het niet zo heel veel uit, hè, in welke commissie we het agenderen en het onderzoek gaan doen. Als het als STOA, als geheel, het goede onderzoek mag uitvoeren. En dat is eigenlijk wel wat er meer en meer gebeurt. De hokjes of structuren waarin je werkt, die zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat er juist over om over die structuren heen het goede te gaan doen. Ja, mooi. En daar zijn we bezig. Mooi. André, jij werkt als strateeg binnen Waternet de hele dag met circulariteit en energietransitie. In een complexe omgeving. Dank voor de mooie quote, zou ik zeggen. Werkt dat dan ook zo in de praktijk? Kun je dat toepassen? Ja, zeker. Door alleen al dit op te schrijven ontstaat er wel een bewustwording ook. Maar mag ik heel allereerst even iets zeggen nog over de burgemeester die ik net zag? Ja. Bern Heese. Die Bern Heese, waar ken ik dat nou van? Ik moest nog terugdenken aan, ik heb even snel gegoogeld weer, aan Harold Sofne. Die werkt ook bij de gemeente Bern Heese. Tom kent hem waarschijnlijk ook. In 2010 zijn we bezig geweest als vervolg op de waterketentraject. De waterschappen zouden opgeheven moeten worden en er was wat reuring. En toen heeft iemand bedacht van ja, we moeten niet alleen naar kijken wat ons onszelf verdedigen, maar ook meer vooruitkijken, naar innovaties kijken. En er kwam op de lange termijn visie waterketen uit. Naar de STOA en de RioNet, die zijn ook volop mee bezig geweest. En je ziet volgens mij, en Harold was daar ook bij betrokken, en je ziet dat daar eigenlijk een omslag, denk ik, ontstaan is van het meer teruggetrokken van meer het zelfbewust en naar voren stappen als watersector, denk ik ook, van we kunnen echt hier verschil maken. En ik denk dat ook opgepakt wordt. En je ziet nu in allerlei stukken van het programma, Planbureau voor de Leefomgeving en dergelijke. Daar wordt nu al genoemd dat water het leidend principe zou moeten zijn, ook bij de inrichting van Nederland. En als je dat soort beelden hebt, en dan kom ik op die complexiteit, dan biedt dat heel veel kansen om water ook te verbinden met allerlei andere aspecten. En eigenlijk doe ik dit ook dagelijks bij Waternet. En dan heb je in een organisatie die ook heel erg gefocust is op lean en mean, wil je ook die toekomst binnenboord halen. En voor mensen die dagelijks hun werk zo efficiënt mogelijk willen doen, lijkt het heel moeilijk. Maar die complexiteit, als daar ook mensen handreikingen voor doen, dan kan dat net het stapje zijn om ook die extra toevoeging te geven aan hun werk.
Dus er is een combinatie mogelijk. En misschien als voorzitter van de programmacommissie afvalwatersystemen. De grote lucht is langsgekomen. Misschien in die zin bekend, superlocal, complexe vraagstukken. Is dat ook iets om op te programmeren? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat vind ik wel mooi aan onze programmacommissie. Daar zitten mensen die zich constant uitgedaagd voelen van waar zijn we van en waar doen we het voor? En ja, dan gaan we even terug van wie zijn we? Wij zijn STOA, dus dat is toegepast onderzoek. Maar dan zie je toch ook weer mensen opstaan die zeggen van maar kijk eens een 10, 20, 30 jaar vooruit. En wat betekent dat dan? En wat voor vraagstukken moeten we ons dan mee bezighouden? Ja. Ja, en we hebben daar wel regelmatig ook discussies over. We hebben een keer apart een sessie gehad over circulariteit. En we hebben een keer ook met Joop Buntsma gesproken over van wat is nu de visie en de strategie van STOA. Het blijft lastig, maar het prikkelt wel aan alle kanten. Ja. Rudy noemde net ook die verbinding. Ja. Hè? Spreken jullie elkaar daar ook over? Van waar zit er nou, waar zit die visie? Ik heb net een verzoek gekregen voor 24 juni. Oh, jullie zijn voor het... We hebben het in het begin wel gedaan. Hè? Voor de... We hebben denk ik afgelopen jaar ook één keer per jaar of twee keer per jaar wel een sessie met alle programmacommissies om juist die verbinding te zoeken. Bijvoorbeeld digitalisering, zicht op iedere druppel, dat is een voorbeeld. Dat raakt weer iedere commissie. Ja. En de hele digitalisering, die is niet tot één vakgebied of één taak te concretiseren. Dus dat gaat over de programma's heen. Dus en daar zoeken we gewoon de verbinding. Ja. Ja, en dat zie je bij circulaire economie net zo. Ja. En alles is wel een symposium. Sorry? Ja. En anders is er wel een symposium. Ja, precies. Ja, helpt dat ook, John? Gewoon elkaar ontmoeten en zien in dit soort oplossingen? Ik denk het natuurlijk wel, ja. Dit soort plekken waar jullie nu ook weer met elkaar in gesprek zijn en voor je het in de gaten hebt, die helpen natuurlijk jullie om precies die verbinding te leggen. Dat is wel duidelijk. En het koppelkansbeheer in Amsterdam, wat ik net noemde, kwam ooit tot stand door toeval. Ik meen dat het een dag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten was, waarvan elk van die drie organisaties een directeur aanwezig was. Die raakten met elkaar in gesprek en ontwikkelden dat idee van die koppelkansen. Ja. He, dat ontstaat toch gewoon voor een deel omdat die mensen zo denken, maar voor een ander deel omdat ze elkaar op het juiste moment tegenkwamen. Ja. Hoor jij genoeg impact en snelheid, die urgentie waar we het eerder over hadden? Hier in deze zaal natuurlijk zeer. Hè? En daarbuiten steeds meer. En dat komt voor een niet onbelangrijk deel, omdat de druk steeds groter wordt. Dat is duidelijk. Hè? Dus aan de ene kant komt die druk gewoon vanuit de hemel of vanuit de ondergrond. Ja. Hè? Vrij letterlijk. En aan de andere kant komt die druk van het verdrag van Parijs en het bijbehorende Nederlandse klimaatakkoord. Hè? En dan hebben we nog inderdaad de datasamenleving die zichzelf ook echt aan ons opdringt. Of we het nou leuk vinden of niet. Ja. Maar wij moeten meedoen. Ja. We willen dat trouwens ook graag. Hè? Iedereen wil het graag. Dus moeten degenen die er voor de uitvoering staan. Dus de druk is groot, ja. Ja, duidelijk. Ja. Goed. Ik ga nog even checken bij onze chathost Cora. Zijn er nog vragen? Er is een vraag voor jou, Rudy. Want jij stelde van, wij doen niets meer alleen. Dat is heel herkenbaar. Daarmee wordt het beter, maar het gaat meestal niet sneller. En je hebt ook durf nodig, of de burgemeester van Bernhezen gaf ik aan, dat je durf nodig hebt om stappen te zetten. En de vraag is nu van, wat weegt nu zwaarder? Lef of dat je dingen met iedereen altijd samen moet... Dat is een hele goede vraag. Ook een lastige vraag, ook een lastig antwoord. Wij doen denk ik niets alleen. En tegelijkertijd proberen we wel die snelheid te houden. En dat betekent soms ook dat we zeggen, oké, wij gaan met deze zuivering bezig en daar gaan wij grondstoffen terugwinnen of energie terughalen uit het water. En dat moet, met de KRW hebben we een deadline, 2027 moet dat klaar. Die gaan we gewoon halen. En daarmee creëren we soms ook een urgentie. Van joh, we gaan het wel halen. En partijen die mee willen doen, die kunnen aanhaken. Als ze niet meedoen, doen ze niet mee. Dus het is niet een eenduidig antwoord. Hè. En soms zijn wij niet de leidende partij en haken wij bij anderen aan. Dus we worden ook heel vaak uitgenodigd door andere partijen. Dus het is een continu wikken en wegen, het kiezen. En soms zelf ook de urgentie creëren van jongens, we hebben een deadline te halen en wij gaan het gewoon doen. Ja, als je mee wilt doen, doe je mee. Als je niet meedoet, maar wij gaan wel door. En dat spel spelen, dat is heel leuk hoor. Maar soms ook lastig. Ja. Maar je ziet wel, als er dan één partij is die zegt, joh, maar wij gaan wel door. Ja, dat dan toch een aantal andere partijen wel meegaan en dan... En dat doorgaan, dat is dan misschien niet helemaal op formele juridische gronden van je hebt die rol, maar wel de ambitie en gewoon
op je eigen taak dan wel het ritme bepalen. En dat zei de burgemeester op een gegeven moment ook van een wethouder die wil of ergens voor gaat. Dus dat, je hebt ook ik denk ook gewoon de mensen nodig die ergens voor gaan. Ja. En ergens in geloven en het uitstralen. Ja, en dan mensen die willen ook wel graag succes. Dus ik denk dat dan partijen zeggen, hey, maar hier gaat wat gebeuren, kan ik aanhaken. Ja. Dus je kunt het ook zelf creëren. Ja, mooi. Ja. André, zie je nou door die stapeling van opgaven het werk van gemeenten en waterschappen echt ook structureel veranderen? Structureel veranderen, ja, je hoopt het wel. Ik moest trouwens nog even denken aan een quote die ik vorige week hoorde. Ja, maar deze die komt niet van mezelf, maar die is meer van. Dus, alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. En volgens mij is dat denk ik ook wel de angel die erin zit. Want als je kijkt naar die grotere opgaves die we ook hebben. Nou ja, alles is een beetje bij elkaar gekomen in de donut-economie. Het besef dat je en de planetary boundaries hebt, maar ook de sociale aspecten. En je ziet dat gemeentes in de regio waar Waternet actief is, Amsterdam bijvoorbeeld ook, die omarmt dat ook. En dan merk je ook wel dat gemeentes daar wel aan het opschalen zijn, maar de organisaties er nog niet helemaal op ingericht. Kijk alleen naar de regionale energiestrategieën, waar de waterschappen ook gevraagd worden om aan tafel te komen, omdat we kansen hebben voor aquathermie. En ze willen ons daar ook in een rol zetten van, nou, jullie hebben dat overzicht. Breng alle partijen bij elkaar om te kijken van waar we al de verschillende organisaties elkaar kunnen vinden. Dus daar wordt het ons ook gegund. Maar ja, het is allemaal nog wel heel erg zoeken van, hoe gaan we die organisatie ook het bij elkaar brengen. Ja. Laatste punt, Hilversum die wil energie neutraal worden, maar die zeggen van ja, als we dat willen doen, hebben we 6 extra FTE nodig. Ja, in een tijd van corona, waarin je alleen maar moet bezuinigen, waar halen we die mensen? Hoe krijgen we die mensen überhaupt betaald? En als we ze al betaald zouden krijgen, ze zijn er niet. Ja. Dus dat zijn wel aandachtspunten. Andere knelpunten. Ja. Ja, en als ik nog even mag reageren, dat woordje efficiëntie. Hè? Ik denk dat we een aantal maatschappelijke opgaven en thema's hebben die nu niet zozeer vragen om een efficiëntie, maar om een effectiviteit. Dus als wij gaat over klimaat, droogte, circulaire, eindigheid van grondstoffen. Ja, daar zit een urgentie achter dat we echt moeten veranderen. En natuurlijk, daar zit een leerproces in. Maar het is veel belangrijker dat we die slag weten te maken dan dat het al direct heel efficiënt moet gebeuren. Ja. Dus ik denk dat die effectiviteit bij de vraagstukken die we hebben groter is dan de term efficiëntie. Dus dat is meer als je productie moet draaien en het zo goedkoop mogelijk. Dus je noemde net ook, hè, eigenlijk al die vraagstukken of steeds meer vraagstukken overstijgen ook mijn commissie en misschien ook bij die van jou. Er staat een uitnodiging, maar is dat ook een nieuwe uitnodiging om die gezamenlijkheid in dat programmeren te gaan zoeken voor onderzoek en innovatie? Of is dat een verbinding die er eigenlijk altijd al geweest is? Ja, ik denk dat die verbinding er altijd wel geweest is. Hè. Je ziet ook in onze programmacommissie Tom Beenen van de Rionet zit daarin. Dus het zijn niet alleen de waterschappen, er zitten ook mensen van gemeenten zijn daarin vertegenwoordigd. Binnen de STOA heb je natuurlijk altijd verbinding binnen de programmacommissies, maar ook met de wetenschap, adviesbureaus. Dus je krijgt die netwerksamenleving die het samen moet doen. En ik denk dat je daar binnen steeds andere allianties krijgt, waarin je een bepaald thema oppakt, samenwerkt. En dat de institutionalisatie van stichtingen of kennisinstituten, ik denk dat het veel vluchtiger wordt. Ja, mooi. Ik wil graag nog eventjes naar Marieke Moorman, burgemeester Bernhezen, maar dus ook bestuurder bij de stichting Rionet. Studio, ja, hartstikke goed. Welkom weer terug. Je hebt meegeluisterd. Hoe luister jij naar dit gesprek? En misschien ook directer de vraag van welke rol kan de stichting Rionet spelen in als het gaat om die kennisontwikkeling op dit soort complexe opgaven? Nou, ik denk dat Rionet en met Rionet natuurlijk ook een aantal andere kennisinstituten daar een hele grote rol bij kan spelen. Het is niet voor niks dat de payoff van Rionet een tijdje geleden veranderd is in stad, water, mens. Ik vind dat een hele mooie manier om samen te vatten waar Rionet voor staat. En ook wel een ontwikkeling heeft doorgemaakt, denk ik, daar waar je vroeger echt van de riolen was, hè, de rioleurs. Zie je dat Rionet een hele belangrijke rol heeft in de basiskennis aanleveren voor de mensen die in de sector werkzaam zijn.
maar ook juist aan kennisontwikkeling doet op allerlei nieuwe thema's. Nou ja, ze zijn allemaal gepasseerd, hè? Denk aan verduurzaming en klimaatadaptatie. En ik wil toch heel graag even die vakmensen eruit lichten, want dat is ook een van de programma's waar Rionet zich hard voor maakt. Kijk, dat is een grote bedreiging. Het verlies aan kennis, het uitstromen van mensen in al onze organisaties. En dat op peil houden, ik denk dat daar zeker ook een rol voor Rionet is weggelegd. Nou, ik vind het heel mooi dat het fenomeen van watertrainees nu is opgetuigd. Want we moeten zo zorgen, ik merk het ook in mijn eigen gemeente, dat we weer van jong talent gebruik kunnen maken om deze thema's met elkaar te tackelen. Ja, want we hoorden net Ton Beene al zeggen van in de vorige sessie, hè, we moeten leren wat data science is. André die zegt eigenlijk, ja, als we al het geld zouden willen hebben, dan weten we de mensen niet te vinden. Ik weet voorbeelden van gemeenten die na een derde ronde zoeken naar een rioleur, maar een recruiter in de arm moeten nemen om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is schaars, die kennis. Ja, en dat is echt een grote, grote bedreiging. En je gaat je er pas druk over maken als je de effecten merkt. Dat is op dit moment. Maar dit vraagt echt van ons allemaal inzet. Want anders hebben we dadelijk misschien wel inderdaad de kennis, maar niet de mensen om het uit te voeren. Ja. Leren en opleiden blijft dus belangrijk, hè John? Ook het werk wat jij op de universiteit doet, dat is misschien dan de abstracte school of de wetenschappelijke school, maar die in combinatie met de vaklieden. Ja. Nee, maar dat is, kijk, een jaar of 15 à 20 geleden begon er al een club duurzaam hoger onderwijs, later uitgegroeid tot het Groene Brein, die begon al hierover na te denken. Die heeft een hele serie vakcahiers gemaakt over verschillende disciplines, over de kennis die nodig zijn om bij te dragen aan een duurzame samenleving, dat het echt andere inrichting van opleidingen zou vergen. Hè. Er was toen nog weinig gehoor voor, dus dat was zwaar voor de troepen uitlopen. Het was wel goed dat ze het deden. Maar ik maak daar nu weer gebruik van allerlei gesprekken die wij bijvoorbeeld binnen de Universiteit van Amsterdam hebben, precies over dit vraagstuk. Hè, dus daar, want dat is wel degelijk binnen faculteiten, maar ook tussen faculteiten, zijn er allerlei gesprekken gaande om mensen op te leiden die dat brede overzicht hebben. Ja. Hè, er zijn van die opleidingen, maar er moeten er meer komen. En daar zijn op allerlei plekken poppen er initiatieven op. En je ziet daarnaast ook uiteraard buiten de UvA opkomen. En ook MWO zet erop in. Dus MWO die vraagt steeds meer om in projecten die bijvoorbeeld in de KIK vallen, hè, in die kennisinfrastructuurprogramma's, klimaatadaptatieprogramma's, vragen ze om ook na te denken over de human resources kant. Dat wil zeggen over de manier om meer professionals te creëren die dat vak beheersen. Ja. Dus om de kennis daarheen over te dragen. Heel goed. Ja, ik wil er misschien wel aan aanvullen. Misschien moeten we het ook vertellen zoals het is. En dat het ook echt leuk is om daarin te werken. Mensen die bij ons stage lopen of als trainee actief zijn, ja, die zijn laaiend enthousiast en die willen blijven werken. Alleen die oude lullen zitten er nog en we zitten dan met zo'n functiehuis gebeuren. Maar uiteindelijk biedt dat wel kansen. En de oproep ook van de burgemeester, die herken ik, en ook met dat beeld van Hilversum. Misschien moeten we ook als watersector gaan denken van hoe kunnen we het anders organiseren, dat we de vakmensen die we hebben, dat we die ook veel meer verbinden met andere organisaties. Ja. En ik denk dat daar ook wel kansen liggen. Ja. Misschien ook nog, Marieke, aan jou de vraag. Kun je als bestuur of als bestuurder of opdrachtgever ook nog het werk zo aantrekkelijker maken? Want het is in deze stapeling ook een zoektocht. Hè? Het is niet altijd makkelijk. Ik denk dat zeker kan door, wat ik eigenlijk ook aan het begin al zei, door ook zelf niet meer dat heel verkokerd of sectoraal aan te vliegen, maar door ook functies te omschrijven of programma's te maken die brede aspecten in zich hebben. En ik denk dat dat per definitie interessanter is dan de hele dag met hetzelfde bezig zijn. Dus door op die manier logisch verbindingen te leggen. En ik denk dat wij als bestuur ook op dat punt van die voldoende vakkennis, dat wij ook moeten durven, dat gebeurt ook, door andere organisaties op te zoeken, collega gemeenten in de buurt, de provincie, het waterschap, om te kijken of we zo ook inderdaad traineeplekken of functies in verschillende gemeenten kunnen aanbieden. Zodat je misschien net even iets meer salaris kan bieden, want dat speelt natuurlijk ook nog wel mee, om het daarmee toch ook aantrekkelijk te maken. Super. En de jeugd beginnen op school nu al met allerlei leuke dingen over klimaat en water. Je kunt er maar niet vroeg genoeg over beginnen, denk ik.
En beginnend met het groen schoolplein, denk ik. Bijvoorbeeld. Helemaal goed. Dank je wel voor je reflectie en bijdrage. En succes in de stapeling van functies die je mag vervullen. Dus dank voor je aanwezigheid hier. Okay. Wij gaan hier in de studio richting afronding met een aantal vragen. En kijken of we er chocola van kunnen maken. Is er nou al een synthese of samenvatting te bedenken hierop? Want dus, deels is het een leuk spel. We doen het al, maar we doen het ook nog niet. Misschien begin ik met de vraag van, is het nou nodig of waarom is het nodig om de opgave te stapelen? André, zou jij eens een aftrap willen doen? Opgave stapelen, ja, ik moet nog heel eventjes denken aan de burgemeester die zegt van opgaves, dat klinkt als echt iets van dat moeten we doen. Maar eigenlijk, ja, ik ben even losgerukt uit een cursus die we met een aantal waternetters aan het volgen zijn. Changing the game staat van, erop. Van Lucas Simons en André Nijhoff van de Nijenrode Universiteit. En waar we, het begint ook in elk geval met het delen en het, het bewustwording ook bij mensen. En als die bewustwording er is, en we zijn vanochtend bezig geweest met het formuleren van een droom. En als je dan een droom hebt, dan is het vanzelfsprekend dat zaken bij elkaar komen. Het ging over circulaire economie, maar uiteindelijk hadden we het over de waarde van water. En de juiste hoeveelheid water op het juiste moment met de juiste kwaliteit. En dat was voor ons circulaire economie. Ja, dan voel je niet meer dat het stapelen is, maar dan past het als vanzelf in elkaar. Dus eigenlijk vanuit een droom- of toekomstperspectief, ja, zet je die urgentie neer en kan het gaan passen? Ja, en dat hebben we met de STOA, met het WISE 2050 ook gedaan. Hè? Van, bedenk nu zo'n toekomstbeeld, zo zal het er nooit uitzien, maar wat is je droom? Water in de en trek het dan economie, terug, hè, naar het nu. Ja. En probeer er van daaruit te denken van waar liggen die kansen en verbindingen. Ja, mooi. Spel hoorde ik jou net ook noemen, Changing the Game, want je kan het als een spel aanpakken. Ja, het is een spel. Ik zat net voor deze bijeenkomst met Diederik buiten en hadden we het erover van, ja, vroeger had je een specialist en die kon dan drie oplossingen bedenken. En nou, dat gingen we dan bouwen, hè? A, B of C. En nog een kostenanalyse erbij en dan kon je een keuze maken. En het spel wordt natuurlijk veel spannender op het moment dat je niet meer drie oplossingen hebt, maar ook verschillende opgaven. En, dus ik denk ook dat de specialist in de huidige situatie niet meer direct bezig is met een technische oplossing, maar ook afhankelijk van de opgave die aan elkaar wilt koppelen, er een hele andere oplossing uit gaat komen. En ik denk ook net, ik zei van ja, we doen het niet meer alleen, maar ik denk, je kunt het ook niet meer alleen. En wij kunnen wel energie halen uit afvalwater, maar ja, en dan? Dan heb je wel iemand nodig die het overneemt. En, ja. Dus je hebt andere partners nodig om in die circulariteit, in die keten, samen te werken. Dus je, en misschien kun je zeggen, je moet er samenwerken, maar ik denk dat je wilt samenwerken. Je zegt, ja, samen kom je verder. En dat is uiteindelijk wel het doel. Ja. We hebben zo'n opgave dat je samen verder wilt komen. Ja. Dus daar geloof ik echt in, van als je gericht bent op het samen en ook oog voor elkaars belangen. Dat werd ook eerder genoemd van als je daar begrip voor hebt, voor het belang van de ander. Ja, dan weet je die verbindingen wel te maken. Mooi. Wat vraagt dat, John? Of aanvullend? Nou, de vraag om te beginnen dus inderdaad, dat je kunt waar we mee begonnen. Hè? Om even terug te gaan naar het begin, naar de quote van André. Want die eindigt dus met twee stellingen, maar begint met één. Die twee stellingen waarmee die eindigt is dat hij zegt van, je moet eerst de complexiteit weer eenvoudig maken, hanteerbaar. Hè? En daarna moet je de oplossing die je dan hebt weer in hun complexe context plaatsen. Maar daarvoor staat, als basisvoorwaarde, je moet de complexiteit zien en begrijpen. Ja, precies, ja. En dat lijkt me precies de basisvoorwaarde voor alles wat er ook nu weer gezegd wordt, dat je dat ziet en begrijpt. Maar dan maakt mij nieuwsgierig naar jullie keukengeheim op dat punt van, hoe doe je dat dan in de praktijk? Ja, misschien een mooie, het keukengeheim, jullie gouden tip, hoe doe je dat nou in de praktijk? Nou ja, wat mij betreft is het, we werken binnen een watercyclusorganisatie. Dus voor ons is het vanzelfsprekend om vanuit water te denken. Maar ook de ruimte krijgen door bestuurders en de organisatie om naar buiten te gaan. En dan krijg je de ruimte, zoals ik zit nu in een consortium van circulair textiel. Die maken, we maken van gebruikt textiel, maken we textiel voor de zorgsector, wat weer 100 keer gewassen wordt. Die hele keten zit erin, inclusief de wasserijen. En
door daar de ruimte te krijgen om daarbij aan tafel te zitten, zie je dat vanzelf die watervraagstuk gedeeld wordt ook met die andere partijen. Dan zie je dus de complexiteit. Maar ik vroeg ook, hoe begrijp je hem dan? Govert Geldof, een van de pioniers van complexiteit in het water, hè, die zegt altijd, het is complex, maar we maken het ingewikkeld. Maar jullie weten het zo te begrijpen dat je het weer simpel kunt maken. Dus je ziet die complexiteit als je naar buiten gaat, maar hoe begrijp je hem nou op een productieve manier? Hoe doe je dat? Ja, nou, in mijn optiek, door met die andere stakeholders daar aan tafel te gaan zitten. Oké. Okay. En dan maak je onderdeel uit van die complexiteit, maar dan wordt die hanteerbaar. Ja, en misschien als aanvulling, ik denk dat wij ook veel werken met handelingsperspectieven. Ja. Dus niet één oplossing, maar verschillende scenario's of handelingsperspectieven. Ja. Zodat je verschillende inzichten krijgt en daarmee begrijp je misschien die complexiteit. Juist. En we zijn natuurlijk gewend als techneuten van, je hebt een probleem en wat is de oplossing? Ja, dat is heel eendimensionaal. En die complexiteit die kun je niet in één A4'tje vatten. Dus soms is het handig om vanuit verschillende perspectieven ernaar te kijken. Verschillende scenario's ontwikkelen. Ja, en dan kun je ook het goede gesprek voeren om die complexiteit te begrijpen. Ja. Maar ook te kijken van welke richting zullen we moeten gaan. Yes. En wat dat denk ik ook bij speelt is vertrouwen. Dat, bij de koopkansentraject gebeurt dat denk ik ook. Dat je vanuit co-creatie werkt. En dan als iemand zegt van ja, voor mij is het te duur de inkoper van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Maar dan ga je kijken van ja, waar zitten dan rekken? Nou ja, een ABN AMRO die wil schuiven. Maar misschien is er voor een waterschap ook wel de ruimte om daarin te investeren. En dan wordt die niet meer ingewikkeld, maar dan past het. Mooi, mooi, mooi. Ja. Mooie warming-up ook voor de laatste sessie dadelijk. Dank voor jullie bijdrage hier aan tafel en ook onze eerdere tafelgasten en de burgemeester. Dit was gestapelde opgave. Het tweede en middelste onderdeel van het afvalwaterketensymposium 2021. Dank voor jullie bijdrage. In de chat mag u gerust doorgaan. De antwoorden, op sommige van de vragen komen we vast nog terug. Het gesprek is nog niet afgelopen, want wij gaan dadelijk over een paar minuten verder met drie casussen. John noemde er al een aantal, die zien we terug met onder andere Koppelkansen uit Amsterdam, Superlocal in Helmond en Superlocal in Kerkrade, excuus Diederik. En in Helmond ligt Brainport, een nieuwe wijkontwikkeling, waar die complexiteit zich afspeelt. En we gaan even wat dieper graven op de vragen en opmerkingen en de inzichten die we hier langs hebben gekregen. Dank jullie wel voor nu. En tot zo.